Hallo lieve vrienden, hoe is het met jullie? Hier is hij, in de war. Ik ben een beetje in de war, want ik heb dus een nieuwe camera. Je ziet het vast wel, het is vlijm en vlijmscherp. Het beangstigt mij. Je ziet gadverdikke de meeeters op mijn neus zitten. Mijn lip met wespensteek, ik heb nog nooit zo geglommen. Ik vind het engig. Ik weet ook niet hoe ik dat moet aanpassen. Ik ben zo onhandig als de pest. Dus daarom heb ik ook deze telefoon heel lang niet gebruikt. Maar mijn zoon liet zijn telefoon uit zijn poten vallen. Dus ik heb mijn oude telefoon aan hem gedoneerd als goede vader. Dus toen moest ik wel overstappen naar mijn nieuwe telefoon. En dat doe ik dus nu. En ik vind het verschrikkelijk. Want ik ben allemaal inlogcodes kwijt. En nu zet ik deze camera op mijn smoel. En het is veel te scherp. Dus ik... Misschien wordt het, ga ik op zoek naar hoe ik hem minder scherp kan krijgen. Ja, nou ja. Ik hou gewoon van oude dingen. Van gewoon van troep wat werkt zoals ik denk dat het moet werken. Ik ben gewoon een oude man, geef het eerlijk toe. Eén ding blijft hetzelfde. Dat is een doosje. Want wat zit er onder het doosje? En wat heeft ons Achmedje opgestuurd? Even gaan hoesten. Ik denk dat ik een oude longontsteking heb of zoiets. Die is in ieder geval niet best. Oh, ik ga binnenkort op vakantie. Ja, en dan kan je zeggen, oh, ga je op vakantie, Jan? Nou, dan kan je wel even, ik weet niet hoeveel van tevoren opnemen. Want wat kost het nou voor tijd en blablabla. Nee, ik ga op vakantie. Dus ik heb gewoon even een tijdje geen reviews. Ja, joh, ik blijf bezig. Mag ook wel een keer met vakantie. Wat zit er onder het doosje? Ja, dat hebben we al gehad. Wat heeft Achmedje opgestuurd? Hebben we ook al gehad. Laten we gaan kijken. Och. Snackjes van de HEMA. Ja, we zitten in tijden dat alles verboden moet worden. Dus ook lekkere snackjes. Zoutjes zullen wel te zout zijn. Zoetjes zijn te zoet. Dus dan krijgen we dit soort dingen. We krijgen dit soort dingen. De HEMA doet er dus nu ook al mee. De HEMA, bekend van de rookworst en van de tompoes. En kijk, knapperige ertjes. Een doosje knapperige ertjes. Een doosje zeewiekrackers. Zeewiekrackers, moet je zien. Tropische fruitmix. Tropische fruitmix. Ja. Ja, ik snap hier helemaal geen moe van waarom de HEMA dit nou ook doet. De HEMA was de Hollandse eenhedenmaatschappij Amsterdam, geloof ik. En waarom was de HEMA groot en bekend en beroemd en nog steeds? Omdat het gewoon Nederlandse producten verkoopt. Dat het gewoon Nederlands is, gewoon niet te duur en goed. Ja, nu beginnen ze dus in dit soort rotzooi. Dat hippe gedoe, dat woken gezeik. Godverju. Enfin, laten we eens even kijken wat er in de erwten zit. Ja, doperwten met paprika smaak. Doperwten met paprika smaak. Ben je mij al kwijt, maar goed. Er zit dus 52% doperwt in. Ja. En dan mais, zetmeel, zonnebloem, suiker, peper, zout, gember, chilipeper, ui, knoflook, kleurstof. En dat is het dan. 80 gram erwten voor een paar euro. Hier, die zijn gewoon... Dit is wel een doperwt met een laagje eromheen. Godverdomme, het zijn... Jezus, die dingen zijn keihard. Die zijn gedroogd. En... Ze zeggen dat het smaakt naar paprika. Het smaakt helemaal niet naar paprika. Het is wel pittig. En is wel lekker. Ik wil er eigenlijk heel erg boos worden op dit product. Dat ik zei, ja, godverdamme, dat van doperwten met de smaak eromheen. De paprika haal ik er niet uit. Maar het is echt lekker. Hé, wat grappig zeg. Doperwten. Gedroogd met een lekker laagje. Gewoon lekker. Nou ja,
Semi-crackers met sesamzaad en amandel. Nou, daar zaten we met z'n allen op te wachten, toch? Wat zit erin? Maltose, sesamzaad, 19% zeewier, 19% amandelen, kelp, zout. Nou, het zal allemaal wel. Kijk, dat ziet er lekker uit. Nee, dat ziet er verschrikkelijk uit. Maar goed, we laten ons verrassen. Kijk, een zeewiercracker, maltose. Ja, nu ga ik mij op wat glad ijs begeven. Maar maltose, dat is toch een suikerstroop? Toch? Dus dan is het gewoon een dikke stroop met zeewier en sesam. Weet ik het allemaal niet. Godverdikke. Ik stik hem half in die herten. Kijk, zie je? Het zijn twee laagjes zeewier. Met sesamdingetjes ertussen. Het zou me niet verbazen als het zoet is. Van de maltose. Eerste smaak zeewier. 100% zeewier. Sesamzaadjes. Ja. Ja. Kan je ook niet boos worden. Vind ik best lekker. Ik hou ook van zeewier. En van zeewier smaak. Het is ook best lekker. Een vreemde dag, want dit waren toch echt van die millennial hapjes die ik tot de grond ging afzaken. Het is helemaal niet vervelend. Wat zit hierin? Banaan, jackfruit, zoete aardappel, paarse zoete aardappel, een taro en palmolie. Jan, wat is een taro? Weet ik niet. Banaan. Oh. Mmm. Je denkt dat het, net als van die geroosterde gebakken banaantjes, nee, hoe heet dat? Van die gedroogde banaantjes die je bij de notenboer kan kopen. Dat het dit is het dus niet. Het is zacht. Je bijt er zo doorheen. Paarse wortel, die is dan wel weer hard. Weet ik niet wat dat is. Weet ik ook niet wat dat is. Ja, nou. Het was hetgeen wat ik het meest had verwacht, namelijk een tropische gedroogde fruit. Vind ik het saaist. Zo'n droge meuk. Smakeloze droge meuk. Blech. Tijd voor de cijfertjes! Van de hippe snacks van de HEMA. Tropisch fruit, gedroogde ertjes met paprika smaak en zeewiercrackers. Ik dacht dat verschrikkelijk was, viel er mee. Ik dacht dat deze lekker was, dat viel dus tegen. Want het gedroogde fruit, ja, dat hinkelt op een beetje op twee benen. Het ene is een beetje slappig, een beetje muffig. Hè? Hier, kijk, een banaan, die moet je echt doorkrakken. Hier, dat is gewoon, nou, die is gewoon een beetje flauw. En de andere dingen breken wel weer zo door de midden. Het is een beetje samengeraapt zootje. De smaken zijn niet goed op afgesteld. Of misschien juist wel, want het smaakt eigenlijk allemaal naar niks. Dus dat vind ik naadje, die krijgt van mij een 5. De zeewiercrackers, die zijn helemaal niet zo slecht. Het smaakt een zeewier, ja. En een sesamzaad, ja. Er zit ook sesamzaad en zeewier in. Ik vind gewoon een goed dingetje, krijg van mij gewoon een 6, ja. En helemaal niet te geloven was de doperwten met paprika smaak. Toen ik dat las, dacht ik, en nu gaan we los. Nu gaan we zeggen dat het, hoe belachelijk het is. Ik heb ook een keer gedroogde spessiebonen van de Albert Heijn gegeten. Dat sloeg nergens op. Maar gedroogde dopertjes met een paprika omhuls op. Ik vind het gewoon hartstikke lekker. Die zou ik gewoon zo'n bakje leeg kunnen bunkeren, hoor. Als ik naar Max Verstappen zit te kijken, met ik erbij een klein pilsenkindje. Prima lux. Ik heb mij een 7 van. Nou, sorry voor de scherpe camera. Daar gaan we nog mee aan het werk. Doeg! Heerlijk.